mensen, Ramadan Mubarak, de heilige maand, komt er bijna aan. Kijken jullie er naar uit? Ik al zeker wel. Met de spulletjes die we de Action hebben gekocht, gaan we een Ramadan kalender maken. Het is belangrijk dat we in de Ramadan goede daden verrichten. Zo'n Ramadan kalender kan ons er goed mee helpen. Wat hebben we nodig voor een Ramadan kalender? We hebben hier wasknijpertjes voor nodig. We hebben verschillende kleurtjes. Je hebt daar een lint voor nodig. En je hebt hiervoor een grote canvas voor nodig. Of het mag ook een grote kader zijn waar je het op kan hangen. Dan heb je een pen nodig om af te meten op hier. Dan heb je nog een schaar nodig. En wij gebruiken cadeaupapier. En dit is het eindresultaat. Hoe maak je zo'n envelop? Eerst heb je hiervoor een A4-blad voor nodig. Dan begin je zo. Zo, nu heb je zo eentje. Dan knip je deze stuk eraf. Zo, nu heb je zo een. Dan doe je het open en heb je een rechte vierkant. Zoals deze heb ik al vorige keer gemaakt. Als je het per se wilt afmeten, dat je alle kanten moeten 21 centimeter zijn. Je mag je cadeaupapier pakken of welke papier je ook gaat gebruiken. Ik heb het al hier al afgemeten. Ik heb het zo gedaan. En dan met een pen daar rond gegaan. En nu ga ik er eentje uitknippen. Zo. Nu heb ik zo'n stukje. Hoe maak je nu een envelop met deze? Eerst doe je van deze hoek naar de overstaande hoek. Zo, ik heb nu naar de overstaande hoek gedaan. Nu doe je, eigenlijk moet je het zo laten. Terug naar dezelfde plek. En dan plooi je het nog een keer van deze hoek naar deze hoek. Zo, nu heb je een driehoekje. Dan plooi je het helemaal open. En als je het gemakkelijker vindt, vind het ook gemakkelijker. Kijk eens met je pen in het midden een puntje doen.
Dan moet je met deze hoek naar het midden. Zo. Nu heb ik het geplooid. Dan plooi je het helemaal over zo. Dan heb je deze. Dan, als je het makkelijker vindt, kan je nog een keer hier wel onder een puntje doen. Dan moet je de hoek van deze een beetje verder doen. Mag je kiezen hoe verder, maar ook weer niet te veel. Zo is het ongeveer goed. Zo. Dan heb je deze. Deze doe je hetzelfde aan deze kant. Zo. Ramadan. Nee. Dat is een beetje te ver. Ramadan, ja, Ramadan. Ja, nafhat ar-Rahman. رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. Zo, nu hebben we al dit. Het is al bijna een envelop, maar nog niet helemaal, want deze is nog los. Dan kan je deze in elkaar verbinden. Zo, dan is deze vast. Dan deze nog, dan flapje nog. Dan moet je plooien naar onder. Kijk, nu kan het open en dicht. Ik ga het met lijm doen, maar je kan het ook bijvoorbeeld met stickers of met iets anders doen, de plaks. Zo, dat is mijn envelop. Zo, ik ben nog helemaal niet klaar. Ik moet er 29 voor de maand Ramadan doen en eentje voor Eid. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Veel succes! Ramadan, ja, Ramadan, ja, نفحة الرحمن. Ramadan, ja, Ramadan, شهر جود وغفران. Ramadan, ja, Ramadan, ja, نفحة الرحمن. رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان Ramadan, Ramadan. Zo, ondertussen heb ik er nu al 30 gemaakt en nu moeten we allemaal, nu nog, want wij gaan allemaal er dagen op doen. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dan allemaal verder. Ja, wij gaan dat doen met glitter verf. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook doen met een glitterpen of een gewone pen of met potlood of zo. Maar wij gaan het met glitter, glitterverf doen. Oké, we zijn nu klaar en we hebben alle dagen erop geschreven. Onze bedoeling is met die kaartjes dat we, ja, mama gaat daar veel opdrachten, verrassingen, beloningen, van alles insteken. En dan, wanneer het Ramadan is, gaan we het eruit halen. En we hebben hier van die draadjes. En die gaan we gebruiken, of we gaan die hangen aan de canvas. En dan gaan we deze envelopjes er aan die touwtje hangen. Zo, dit is onze canvas waar we het op gaan hangen. En deze zijn eigenlijk touwtjes, maar we hadden nog andere. We hadden linten,
Maar die paste er niet bij, dus hebben we garen gekozen. Touwtjes waar je mee kan naaien, dat is denk ik makkelijker. En we gaan dat met plakband plakken, maar je kan dat ook met nietjes of zo, kan je dat ook doen. Dus ik ga het nu plakken. Zo, ik heb hier nu alle lijntjes op vastgemaakt met plakband. Hier van achter. Ik heb dat hier vastgemaakt. Mijn mama zal er eerst verrassingen en beloningen in steken en dan zo het eraan hangen. شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كل Zo, hier ben ik weer. Mijn mama heeft de envelopjes gevuld met kaartjes. En ik ga ze nu aan de canvas ophangen met de wasknijpertjes. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان Zo, onze Ramadan kalender is klaar. Je kan er ook nog boven Ramadan kalender op schrijven of je kan die verder versieren. Maar wij gaan die gewoon daar op onze Ramadan tafel leggen. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان رمضان